goedemorgen. We gaan vandaag aan de gang met een stok. Maar je kan ook een swiffer nemen of maakt eigenlijk niet uit wat. Als het maar lang is, het hoeft helemaal niet zwaar te zijn. We gaan een aantal oefeningen doen die je als onderbreking van je werk kan doen. Even om weer in beweging te komen en even los te raken van het werk. Je hoeft niet per se sportkleren aan, wel iets makkelijks. Je hoeft ook niet te douchen en aflopen. Het is gewoon om even los te komen. Leg de stang op je schouders. Je voet iets breder en je begint met lekker je rug te draaien. Grote beweging. Schouders goed erachter. Lekker als je al uren achter de computer hebt gezeten. Door. Je voet ietsje smaller. De stok gaat voor je gezicht en dan achter het hoofd, zonder dat je hoofd naar voren gaat. Dus je blijft met je hoofd in dezelfde positie, maar je brengt die stang op de schouders en dan tot net onder de kin. Maakt helemaal lang. Voel je echt in je schouders. Heel goed voor je houding. Doen we er nog twee. Eentje. Alrighty. Buig naar voren. Lekker rechte rug. En je trekt de stok graag naar achter. Dus je maakt een mooie beweging. Probeer heel erg je schouderbladen maar een paar toe te trekken. En je borst naar voren. En je houdt een lange rug. Dus je strekt op in je wervelkolom. Het hoeft niet zwaar te zijn. Het gaat puur om de beweging, om je schouders te mobiliseren. Doen we er nog eentje? Oké. Leg hem even op je schouders. Maak een grote uitvalspas. Beide knieën recht naar voren, achterste knie naar de grond. En je draait alleen in de richting van je knie. Maak een grote beweging. Voor je buik, voor je balans, voor je rug. Ja, je schouders blijven naar achter. Probeer zo strak mogelijk te blijven staan. En dan doen we ook de andere kant. Grote stap, achterste knie naar de grond. Haal je balans. Als je meekijkt in de richting waarin je draait, dan wordt het moeilijker, dan heb je meer onbalans. Maak die beweging groot. En van de zijkant, beide knieën zijn in een hoek van 90 graden. Breed, je armen omhoog en dan zak je in een diepe squat. Je probeert je armen zo gestrekt mogelijk te houden. Je houdt je armen helemaal lang. Overhead squats. Vanaf de zijkant hou die lange rug vast. Probeer echt naar de 90 graden te gaan. Zet je voet op de hak van de voet. Laag zakken. Doen we de laatste buik. Ja, perfect. En nog eentje. Stang omlaag. Trek je hem zo omhoog. Lange rug. Alsof je t-shirt omhoog trekt, dus vlak bij je lijf. Upright rose. Schouders weer een beetje los te maken. Maakt niet uit dat er geen gewicht aan de stam zit. Doen we er nog drie. Blijf goed lang rechtop. En ontspan, rol je schouders lekker naar achter. Grote schouderrol. Dan gaan we op één been en we gaan naar een zweefstand. En weer rustig terug. Dus je maakt lang
makkelijk zet je je voeten helemaal naar de grond. Wil je het moeilijker, ga je naar voren. Blijf staan en hou vast op één been. Je probeert vanaf de zijkant een lange rug te maken. Helemaal op te strekken. Zoek je balans. Dit is goed voor je balans, voor je rug, voor je koor. Nog eentje voor dit been. En wissel. Kom op je andere been. Maak weer die lange rug. Armen naar voren. En probeer of je op één been kan blijven staan. Zoek die balans. Laatste drie. Maak die grote beweging, word je meteen een beetje soepel van. Alrighty, perfect. Nu komen we even naar de mat. Begin in zit op de mat. En gaan we kanoën. Met lange armen maak je een kanoën. Je zit in een achterovergeleunde zit. Je hangt in je buikspieren. Armen zijn helemaal lang. Knieën zijn bij elkaar. Als het goed is, ga je je pink voelen in je schouders. Laatste keer op elke kant. Alright, hou dus dan vast of stop. Je komt iets meer op de mat. Je rolt omlaag, tik met je handen de grond aan. Rol op, stoot uit. Lange armen, rol op richting tafel. Buikspieroefening. Maak die armen maximaal lang. Probeer ook achter de grond aan te tikken. Achter die armen aan omhoog. Draai omhoog. Laatste vier. Armen gaan naar achter. En als je dit makkelijk vindt, dan ga je met één been omhoog, terwijl je armen naar achter gaan. Die knijt en die keelspieren strekt onderdoor je één been uit. Hou spanning in die billen. Maak je benen mooi lang. Benen helemaal uitstrekken. Haal je bekken mooi recht. Laatste keer voor elk been. Rol op en draai op de buik. Ze ligt ontspannen op je buik. Stop onder je kin. Je draait naar voren, tik de grond aan en kom terug. Tik en terug. Tik en terug. Armen lang. Kijk alleen maar naar de grond, kijk naar beneden. En probeer die bovenkant op te strekken. Probeer zo ver mogelijk te rijden. Thank you.
Alrighty. Nou, dit kost je ongeveer 10 minuten. En hiermee heb je een fijne onderbreking van al het werk achter de computer. Ik hoop dat jullie hem regelmatig doen en dan merk je ook dat het wat gemakkelijker gaat. Heel veel succes en tot de volgende keer!